Good morning. Ik doe even de gordijn open. En dan kan ik weer even normaal praten. Ik ga vandaag iets heel leuks doen. Want ik ga weg. Dit is mijn koffertje. Die gaat mee. En ik ga naar Barcelona. Met Claire en met twee vriendinnen. En daar heb ik echt super veel zin in. We gaan een weekendje citytrippen. Ik heb gezien op WeatherPro dat het echt super lekker weer wordt. Dus ja, ik ben echt helemaal happy. Hier regent het. Dus we gaan een super leuk weekend tegemoet. En ik ga jullie uiteraard weer meenemen. Ja, toch niet? Dat ga je toch niet gelijk posten, ei? Ah, nee, ik heb geen make-up op. Ja, zeg, maar maakt het wel uit. But deep down under the covers, does she know that I am the other? Does she? Well, it's not like I planned this, but you were. Mogen nog niet schreeuwen, hè? Oh. There's body milk. I thought I could take my own body milk, but it's fucking body milk. Fucking body milk. Fucking body milk. Dit is de eerste kamer. Woep woep. Dat ga je allemaal niet posten. Dat is leuk. Kijk, uitzichtje op Sagrada Familia daar in de verte. Altijd in de stijgers. Lekker drukke straat. Top weertje. Het wordt 25 graden vandaag. En superleuk appartement. En dit is de tweede kamer. Yay. Naar Flex & Kill. Met die tijgerprint. Ja, ik vind het wel tof. Gaan we naar binnen? Ja, dan. Dit is food heaven. Yummy. Dit ruikt zo lekker, ik ben zo blij. Zo jammer. Kutflits. Goedemorgen allemaal. Het is echt best vroeg voor zaterdagochtend. Het is bijna 9 uur. We gaan vandaag naar een wine tasting. Gisteren heel laat geworden. Lekker gegeten bij Sensi. Gedronken. En nu, toen lagen we pas om 3:30, 4:00 in bed of zo. Dus. Maar goed, we gaan het vandaag heel leuk maken. We gaan dus een wine tasting doen in ergens 30 minuten van Barcelona. Dus ik neem jullie natuurlijk gezellig mee. Ja. To let the bottle for 48 hours, having all the yeast going to the cup. Okay? Well. When the world stops turning, focus on the bright side. Life can make you bitter, but you'll wake up stronger. So focus on the bright side.
would have to share like three, two and three here. Yeah, yeah. Said yeah. Zo, we hebben net super lekker gegeten bij Makka Makka. Dat is een hamburger tent. Daar ben ik ook een keer geweest met Kiek. En nu lopen we op de boulevard en het weer is nog steeds echt super lekker. Moet je kijken. Omdat je aan het vloggen. Ja. Je blok deed. Ik heb een bomba hier in agua, bueno. Wat is nou? Ja, fucking weird. Hey guys, ik ben weer terug in het koude Nederland. Want ik heb mijn winterjas weer aan. Ik ben echt twee uurtjes geleden aangekomen op Rotterdam Airport. Dus dat was echt super chill. En afscheid genomen van de meiden. En nu ga ik zo naar even boodschapjes doen. Alles hier op orde weer krijgen. Mark heeft de was niet gedraaid. Mark heeft het huis... Ja, het huis is wel opgeruimd. Daar is hij wel goed in. Maar de rest heeft hij allemaal niet gedaan. Dus dat ga ik even doen nu. En het was echt een superleuk weekend. Ik heb het superleuk met hun gehad. We hebben het rustig aangedaan. We hebben veel gezien, lekker gelopen. En het weer was echt zo ontzettend goed. Dus echt onwijs van genoten. Maar nu moet het normale leven weer gaan beginnen. Hey guys, het is dinsdagavond. En wij gaan zo lekker eten met mijn moeder en mijn stiefvader. Vind ik altijd zo'n raar woord. Maar goed, we gaan met z'n allen een hapje eten bij Pasto. En dan volgend jaar verder kijken van, wat is er voor leuks in de tussentijd? Ik wilde je, ja. Maar ik dacht dat jij dat was. En ik ben weer gezellig met mijn Liesje. En toen kwam zij naar buiten. Hallo! Vind je leuk, hè? De vlog. Ja, zo leuk. Ik was vergeten om bij het eten te filmen. Ga je er even langs lopen? Ja. Nou, we zijn bij de Gimsel. Wat ga je halen? Stevia. Ja. Stevia! Goedemorgen iedereen. Ik ga zo lekker sporten. Dat is wel weer nodig na een weekendje Barcelona. Maar ik ga nu sporten. Vandaag ga ik dingetjes in huis doen. Een beetje rommelen, dus niet zoveel. Dus ik ga hem hier bij deze ook afronden. Vonden jullie deze vlog nou leuk? Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zien jullie mij volgende week weer. Doei!